sommige delen van het land je ook de huizenmarkt op dit moment ziet uitbodemen. Dat betekent dat er toch een einde langzamerhand komt aan de prijsdalingen. Dat betekent dat mensen die op dit moment overwegen om al dan niet een huis te kopen, in ieder geval weer vooruit een financiële planning kunnen maken. Ja. En een dergelijke vorm van stabiliteit is toch meestal goed voor de bestedingen en de bereidheid om weer transacties te plegen. De huizenmarkt is essentieel, hè, voor ons herstel. Ja, de huizenmarkt is essentieel, maar dat is niet alleen voor het Nederlands herstel. Dat geldt in elk land. Ook als je een internationale vergelijking maakt, dan is het bijna niet mogelijk om een robuust economisch herstel te hebben zonder dat de huizenmarkt is uitgeboden.